Zo, Henk, daar ben je. Ja. Met een leuke vraag. Met een leuke vraag, wat wil jij weten? Ik zou wel eens willen weten hoe lang dat een lichtmast blijft staan. Hoe lang die meegaat, zo'n lantaarnpaal van aluminium. Klopt. Nou, moet je meekomen naar binnen, want daar gaan ze jou het antwoord geven. Bij prima. Pol Products. Kom mee. Oké, daar gaan we mee. Leopold, ik heb Henk meegenomen met een leuke vraag. Henk, ja. Vertel. Leopold, ik zou wel eens willen weten hoe lang een lantaarnpaal meegaat. Welkom Henk, en wat een mooie vraag. Het antwoord erop is eigenlijk misschien wel een heel leven lang. Want je kunt het op verschillende manieren bekijken. Als een lantaarnpaal bijvoorbeeld na een aantal jaren al omgereden wordt, dan gaat hij niet zo lang mee. Maar een lantaarnpaal kan in feite heel erg lang meegaan, misschien wel 50, 60 jaar. Degene die we het eerst hebben geproduceerd hier, staan er nog steeds. En we hebben zelfs masten teruggehaald van afnemers nadat ze afgeschreven waren. En die hebben we zelfs opnieuw gemaakt. En weer opnieuw geleverd om nog eens 40 jaar mee te gaan. Dus dan zit je al boven de 100. Wat voor bedrijf zijn jullie precies? We zijn een aluminiumverwerkend bedrijf, maar voornamelijk een mastenbedrijf. Hier op deze locatie produceren we aluminium lichtmasten, vlaggenmasten en ook aluminium constructies. En allemaal gericht op de openbare ruimte. Ook mastmateriaal voor smart city toepassingen bijvoorbeeld en solar toepassingen. En we zijn onderdeel van een Noors concern, Norsk Hydro heet dat. En dat is een geïntegreerd aluminiumbedrijf wereldwijd met 35.000 medewerkers, verdeeld over 40 landen. En dat bedrijf beheerst eigenlijk de hele keten van het bauxiet, onze grondstof, tot het maken van primair aluminium, het maken van halffabrikaten zoals extrusieprofielen, gewalste producten, maar ook eindproducten zoals masten. En wat daarbij komt, ook nog voornamelijk het recyclen van al die materialen. Dus eigenlijk maken we als bedrijf de hele kringloop rond. Het cirkeltje zoals hier op de banner. Zoals het daar staat. Inderdaad, klopt precies. Waarom worden lantaarnpalen eigenlijk van aluminium gemaakt? Wat zijn daar de voordelen van? Waarom het meest duurzame? Het is een heel erg milieuvriendelijk materiaal. Het gaat ontzettend lang mee, zoals zojuist al even aangegeven. Dat komt omdat er een natuurlijke oxidehuid op de mast komt. Die beschermt de mast. Het roest niet. En daarbovendien is aluminium ook eens 100% recyclebaar. Dus wanneer het terugkomt in de technische kringloop, of terugkomt bij ons, dan kunnen we het materiaal omsmelten zonder kwaliteitsverlies en het helemaal opnieuw gebruiken voor nog een mast of een auto-onderdeel bijvoorbeeld. Dus als het aluminium er eenmaal bestaat, dan blijft het er altijd. Gaat ook nooit meer weg? Nooit meer weg, nee. Wat zijn zoal de trends anno 2019 in jullie branche? Nou, de belangrijkste trends die zijn toch wel duurzaamheid en circulariteit. Onze afnemers zijn over het algemeen overheden. En wij kunnen met ons take-back systeem, dat is een recyclesysteem, inspelen op die trends. We zorgen er immers voor, met ons systeem, dat afnemers duidelijk aan kunnen tonen wat er met de door hun aangekochte materialen gebeurt. En dat ze hergebruikt worden en opnieuw terechtkomen in de technische kringen. Henk, heb je een beetje antwoord gegeven op je vraag? Jazeker, Frank. Het was heel duidelijk. Oké, dankjewel.